Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van DS Onward. Vandaag in een nieuwe aflevering van DS Onward ga ik Corval Tano deze gozer in zijn nek sneaken. I hear the second day is when the skin really starts to come all the way off. Zit je hem nou te pesten? Zit je hem nou te pesten? Or is it the itching that really gets you? Or the rats? Jasper? Haha, ja, hij heet Jasper. It's not so bad in here. Except I miss your wife. Oeh, dis, en nu kan je hem niet meer afmaken. Lekker voor je. Kom maar mee. Oh. Kom maar mee. Gooi jou even een hoekje daar. Corvo, it's me. Overseer Martin. Ja, dat staat boven je vriend. Kijk maar, Overseer Martin, dat staat boven je daar zo. Daar zo. Dus we weten wie je bent. Ik ben een Corvo, ik weet alles. What a sight you are in that mask. I know who you are and what you're here to do. And I can help. Unlock me and I'll buy you a drink in a couple of days. By the void. I'll buy you 100 drinks. Ja, drankjes. Ik hou van drankjes. Oké, geef me niet meer drankjes. Feels good to stand up straight. Thank you, Corvo. Ja, ja, graag gedaan. Ik wil er gewoon maar geven. Nu gaan we over die drankjes praten. The highest importance. We've got to find ik wil drankjes. So kill Campbell and make it quick. Ik wil wat Once drinken. It's done, search his body for the drink. His notorious black book. And get out of there. Campbell is meeting with a guard named Kernow. Ja, die Kernow moeten we redden, want als die oom van Kalista, weet je wel, die chick, die moeten we... En Kalista wordt heel erg verdrietig als haar oom overlijdt, en dat is slecht voor je karma, dus dat doen we, dus dat gaan we hem gewoon redden. Heretic's Brand. Dat gaan we met Officer Campbell doen. No, it's a rare occurrence, but I did spy the face of one so branded, a former member of our order. Out on a retreat, we passed through a fishing town and saw him. Baking. What were his crimes? Who can say? The brand is reserved for an overseer, or even the high overseer. Ja, de high overseer die moeten we hebben. Violates our codes and must be cast out permanently. Remember the seven strictures, and you never need worry about such matters. I will, brother. Nu moeten we alleen zorgen dat die overseers ons niet zien. Dus we gaan over de daakjes. Ja, hier zo op. Think you'll get your own squad after what happened last night? Indeed, I believe so. Woep. En zo komen we overheen. Je hoeft niet door die guard tower. Ja, zo heel veel manieren om er te komen. Ja, drop assassination tutorial. Oké, ik laat hem even zien. Kijk, zo kan je drop assassinaten, maar we gaan niemand vermoorden. Oh shit. Peter. Oké, dat faalt heel erg. Oké, als jij omdraait, dan ga ik sneer doorlopen. Zal er even een dark vision aan. Oké, zijn we hier. Daar zijn mensen. Outsider, ik ben je dankbaar voor wat je me gegeven hebt. Dit is heel handig, zo kan ik iedereen bespioneren zonder dat ik ze ook echt hoef te zien. En ga ik even een health potion, want hier heb ik toch nooit verder nodig. Ook rechtop staan. Ja, maar dan kunnen we niet gaan. Oké. Zo, we zijn er door. Dat is het enige waar ik mijn zwaard voor gebruik in deze serie. Oké. We hebben hier sleep bolts. Die kunnen we gebruiken om mensen af te leiden. Maar verder doen we niks mee. Health elixir. En een ketting die we grijpen. En waar we van afspringen. Als we dit openen, dan komen we hier. Gaat dat naar de kennels? Nee. Oh, we komen op de Office of the High Overseer uit. Oh nee. Heel veel overseers uit. Heel veel overseers. Oh, heel veel inspecteurtjes. Oei. Die houden niet van duistere magie. Maar ik wel, want ik gebruik het. Zitten hier mannetjes? This is folly, I tell you. If he catches us in here. I've told you 100 times. Campbell is upstairs meeting with the captain of the watch. He'll be busy for hours. Now keep
looking. And I've told you 100 times, Archer, that I am certain he keeps the Black Book on his person at all times. Ja, ze willen ook dat Black Book. We went to the trouble of breaking into Campbell's sanctum for nothing. Jeez. Daar zijn we langs gesneakt. Oké, dat was best wel spannend. Ik dacht echt dat we betrapt zouden worden toen hij even omliep. Oh, er zijn nog meer overseers. Hallo overseers. Hoe gaat het met jullie? Met mij minder. Dat is de beste manier om even Kurnan te redden en Campbell uit te schakelen. Ze zullen hem nooit meer vinden. Maar ze zullen hem wel terugvinden, maar dan is hij helemaal gebrand. Een bone shark. Oké, we hebben een rune. Oké. Combine two glasses, poison allebei. Speel de glasses, switch poison to campus size. Speel de glasses. Oké, dus ik moet dit heel snel doen. Wat is de nummer 3 voor de sleep darts? Callista is een resourceful one. Probably found a safe place to hold up in all this chaos. Ik ga even, wacht, ik ga heel even opslaan. Save game. High Overseer Campbell. Want als ik het dan verpruts en ze ontdekken me. Maar voor de rest, dit is een onfeilbare tactiek waar je bend time voor nodig zou hebben. Zo, hallo allemaal, daar zijn we weer. Dit is poging nummer 3. Want het is heel vaak achter elkaar mislukt om op te nemen. Omdat we waren ontdekt en dat vinden we niet fijn. Dus we gaan onze ontvelbare tactiek met de bend time en het slaappijltjespistool waarvan we nog maar 2 hebben. En we precies genoeg hebben, want voor de rest moeten ze allemaal dan in hun rug gaan sneaken. En dat wordt een goed plan. Dus als hun wijn gaan drinken, is er geen wijn en dan, oh mijn god, maar dat merken ze niet, want... Want wij gaan ze allebei sleep daar. Ze mogen allebei niet dood. Wachten. Een hoer sterft, wat? Oké, jij bent voor, pakken we dat. Snijpen we hem erin. En snijpen we hem erin. En dan gaan we naar hem toe rennen. Pakken ze Black Book, nemen hem mee. En dan ineens zijn Campbell en Kurnau verdwenen. Hoe kan dat? Ik ben de supermassak. Zo. Oké, dan moeten we even wachten tot hun naar binnen komen. Enough waiting. Oké, ze willen niet meer wachten. En als ze hier komen en zien dat hun baas en allebei hun bazen weg zijn. En oh mijn god, we gaan zoeken, ook al weten we niet wie er is. Dan gaan ze gewoon roerloos in. Ja, dan gaan ze allemaal kijken, weet je. Huppatee, ja, geweldig. Hallo. En als ik zo doe, kunnen ze me niet zien. Dat is geweldig. Oké, als die gozer omgaat, ga ik hem sneaken in zijn nek. Naar mee. Loot. Oké, terwijl we hun daar gaan rondlopen en dingen gaan doen die niet doen, neem ik Jeff Kurnau mee. Pakken we Blink.
onze vertrouwbare Blink om mee te teleporteren en dingen te doen. Zodat wij kunnen naar de overkant kunnen en mensen kunnen sneaken. Slim plan. Ik wil alleen weer dat ik meer sleepdoos ben, want het zou de boel zo'n stuk makkelijker maken. Maar dat heb ik niet, dus dan moeten we het maar zo doen. We moeten het maar op de ouderwetse manier doen en ze proberen te vermoorden. Nou, niet vermoorden, sneaken. En als ze ons vinden, pas vermoorden. Ja. Maar wat is het leven van 2 tegen het leven van 1? Wat is het leven van 2 officiers tegenover een van de paren en oom van een vriendin van me? Zo, jij ook. Huppatee. Niemand cares. Nobody cares about it. We killen ze een beetje. Wacht, waar is Curno nou? Oh ja, die heb ik daar gelaten. Ja, dom van me. Curno is gewoon daar. Als ik Curno gehad had, had ik nooit zo kunnen... Hallo Curno. Kom maar mee Curno. Stop Curno hierin. Target Breastshoot. Curno. Gered. Gered is retteketet met de pret. Blabla. Oké. Slechtste nummer ooit van RMS, dank u wel. Oh nee, van Corvo Atano. Ik heb Curno gered. Bij Corvo, Atano. Ik heb Corno gered. Ta 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 ta. Ik heb Corno gered. Ta 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 na na na. Ieder uur van de dag denk ik heb ik een lach. Wat? Nee, niks. Oké. Een branding instructions. We moeten eerst naar de bibliotheek en dan pas kunnen we zijn gezicht manipuleren met dat mooie ding wat de Heretic Brand heet. Nice. Ja. Dat vinden we allemaal fijn. Komt daar iemand mee? Ah. Wat jammer. Nice. Zie ik verder iemand om te sneaken? Nou, ze zoeken nog steeds naar me. Nou, ze zoeken eigenlijk naar een baas, maar dat... Oké, kom jij maar hier naar binnen. Oh, hij gaat naar binnen, dat is mooi. We kunnen hem op dezelfde manier pakken. Kom maar, ga je om. Ja, dat zeg je heel de tijd, maar dat duurt lukt je niet. Ah, was mislukt. Toch gelukt. En dan krijgen we een heel mooie verzameling van bewusteloze mensen hier. Dit wordt best wel een lange sneak aflevering. Dus we kunnen gewoon elk personage uitkiezen dat we willen. Hier, om te vermoorden. Maar dat doen we niet. Terwijl je naar buiten staat te kijken. Did you get caught in the lockdown last night? 6 hours. Search the place top to bottom. And nothing to eat but the swill we hand out free. Of course. Oké, de mannetjes zoeken niet meer naar ons. Did I ever tell you? One time one of the second floor shutters got stuck. Oké, dit gaat best lekker. Dit is het beste potje van de vier dingen. By the time I got back, it had snapped shut.
I spent the rest of lockdown out on a ledge. Maybe the outsider was watching. Nou, maar die kijkt alleen maar naar mensen die hij speciaal vindt. Daar ben ik één van. Oké. Oké, voor het geval een andere gozer komt kijken dadelijk. Neem jou mee. Interrogation room key, yay. Oké, muis. Wat doe je raar? Oké, een beetje mana potion erbij, dat is altijd handig. Hopen dat de mensen... Oh, er zijn mensen gedespawned. Nou ja, maar we bedenken, we hebben ze niet vermoord, dus dat is goed. Oh, die komt hierheen. Oh, hij zag me. Hij zag een beetje van me. En nu komt hij kijken. Ja, kom maar mee. Oké, dat was de laatste van de galerij. Dat is fijn. En nu ga ik hier even opslaan. Save game. Hi, Officer Campbell. Voor het geval we weer gesnapt worden. En dan hoeven we niet dat hele stuk overnieuw te doen. Dus dit ging prima. Als het de hele tijd zo gaat. Dus hier zijn er nog mensen. Oh, daar is iemand. Ook Martin is gevangen genomen omdat ze ondertussen mij bevrijd hebben. En hij probeert aan het alles aan het achterhalen. Laat hem daar tegen mee houden. Doei. Of Cor wat dan? Ja, hou ze me in de gaten. Zijn ze aan het spy? Are they spying on me? Zijn ze me in de gaten? Oude gore stalkers dat ze het zijn. Even snel deur dicht doen. Maar ik kan dingen doen die geen enkele man kan. Ik ben Cor Valtano. De superstoere asmgozer, de bodyguard van de keizerin. Oké, we moeten hem op zijn voorhoofd branden. Dus we nemen High Overseer Campbell mee. En gewoon al die overseers liggen hier op de regel. Oh, ze zijn weg. Er zit een kogel in zijn borstzak. Dat is niet wat je heel vaak in je borstzak stopt, maar het voldoet. Het is niet iets wat je heel vaak in je borstzak doet. Een kogel, weet je wel. Ja, hij zei, hey, heb je misschien een kogel? Kan ik mijn borst opstoppen? Hey. Ja, dat doe je heel vaak, toch? En lopen we hier zo door naar de interrogation room. Daar is niemand. Open. Close. En place Campbell in chair. Hallo Campbell, jij zit nu in een stoel. En ik mag doen met je. Ik mag. Alright, I got it in the chair. Now it's mine, I can first do whatever I want. Oh, ja, sleep darts. Die hadden we net nodig. What we have is a man, aged 30 perhaps, slender. Unusual tattooing on the face and chest. Probably superstitious heresy. Wearing some sort of industrial mask when we brought him in. Stolen out of one of Oh, ze hebben het over een. Oké. We gaan hem nu in zijn gezicht branden. Lekker pakken jouw gezicht, jouw prachtig mooie kale mannenhoofd. En branden jouw gezicht helemaal fijn. Doet dat zeer? Ja, dat deed de bosser doet vast pijn. Ex-communism! Prestatie ontgrendeld. Oké, we hebben je op je gezicht gebrandmerkt. Dus we hebben nu onze missie voltooid en we kunnen nu naar Samuel teruggaan. And nobody will ever know a thing. Zo. Veren. Zo, dat was een goede.
Dat was een goede ding in één keer. En ze hebben ons niet ontdekt. Ze hebben me niet ontdekt. Mijn hoofd blijft nog steeds een vraagteken op de unknown man. Een onbekende man die wordt gezocht. Ja, maar welke man? Dat weten ze niet, want ze hebben nooit gezien. Dus we moeten terug door die artiesteningang daar. Wee. Corvo kan dat wel hebben. Dus dat was denk ik de aflevering. Dan gaan we de volgende keer verder met naar Semmel gaan. En de Houndpits verder. We krijgen een nieuwe opdracht van Outside of zo. Ik denk het. Maar oké, we gaan meer blinken dingen doen en dingen. Ik ga nu stoppen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je meer Dishonored, Plague Inc., Minecraft of Portal 2 wil zien. Maar Portal 2 is over. Dat is lalala. En dat is een hele big mac. En gewoon alleen maar doen als je het leuk vindt. Of je vindt het interessant. Dus bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Bye bye. Dit was Corvo Altano voor Dwarfcraft. Doei.